als hier een breuk is, dan kan je proberen te spalken, maar vaak prikt hij dan hierin. Ja. Dus die zou ik ook gewoon fixeren tegen de romp aan. Mag je dan romp aan? Ondanks dat hij gebroken is? Ja. Dan loopt hij op drie poten. Hij is op drie poten. Ja, ja, maar hij, met zo'n breuk lopen ze toch al op drie poten. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Alhoewel, maar bij de voorpoot, mijn hondje had een keer zijn poot gebroken en toen was in Frankrijk ook zo'n spalk. En dat kwam hier tegenaan en dat is helemaal gaan ontsmetten en gaan steken. Ja, dat is ontsteken en de poot was al beter en toen zat daar nog een wond. Ja, nou dat is het lastige. Je moet dus ook als je een langdurig verband gaat aanleggen, dan is het dus aan ons dat wij goed opletten hoe we dat verband aanleggen. Ja, het was ook te lang, dus je had het een stukje en het was ook scherp. Ja. Dat was niet prettig. En dat stak dan precies hier zo. Hier zo. Ja, dat loopt te snijden natuurlijk. Dus dan had ze daar weer wat. Ja, dat was het hele frustrerende inderdaad aan gips bij honden. Want het was wel gips, of was het een spalkverband? Nee, dat was zoals jij daar hebt. Oké, want een spalkverband is echt alleen voor tijdelijke stabilisatie. Sorry? En wanneer er dan... Dat weten ze in Frankrijk. En wanneer je breuken hebt, moet je gipsen. Nee, dat mag niet. In Frankrijk doen ze het. Nee. Met de Fransen. Ja, maar dat zijn die artsen daar niet. Als je hem echt fixeert, dan doe je dus geen spalk meer. Nee hoor, die zijn redelijk. Ja, maar ja, dat moeten ze je wel even vertellen. Oh, dat was een stress. Of dat je thuis naar je eigen dierarts ziet. En als je dus hier een breuk vermoedt, dan leg je een spalkje aan. En dan heb je namelijk hier een gevrichtje tot hier. Als je hier een breuk vermoedt, dan leg je een spalk aan van elleboog tot pols. En dan heb je hier de bovenarm zitten. Nou, dat is echt een kunst om die te spalken, dat kan gewoon niet. En meestal heb je dan... Ja, je kan dit doen, maar je ziet dat heel weinig profijt heeft. Dus het beste wat je dan kan doen is gewoon meteen komen. Ja. Hier heb je nog het schouderblad, daar kan je ook een fractuur hebben, maar daar kan je natuurlijk ook gewoon helemaal niks mee. Nee. Je legt je de spalk altijd.